UNICEF en UNDP hebben vandaag de Generation Unlimited Youth Challenge project gelanceerd. De bedoeling van de Youth Challenge is dat we nu jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar de kans geven de problemen die ze elke dag mee te kampen hebben als het gaat om suïcide, onderwijs, training, skills, aansluiten op onze arbeidsmarkt, ondernemerschap, werkgelegenheid, alles waarmee zij zelf te maken hebben, de kans geven dat ze met hun oplossingen komen. Ze zeggen elke keer, we willen als jongeren opkomen voor onze natie, we willen als jongeren ook de oplossingen vinden. Nu hebben ze de kans. En hoe geven we ze ook nog die kans? We geven ze training erbij, we geven ze mentorship erbij. Ze gaan in een bootcamp meedoen aan teambuilding, skills, ze leren presenteren, ze leren hun oplossingen creëren. En ze krijgen geld. Niet allemaal. Het is een periode waarbij je in principe uitzet en het is een competition, daarom noemen we het een challenge. We beginnen met 10 teams, ze registreren zich, ze gaan daarna naar workshops. In de workshops gaan we ze alvast begeleiden in het vormen van teams, wat hun problemen zijn en alvast beginnen met een pitch voor de oplossingen. Daar hebben we 10 teams die dan doorgaan naar een bootcamp. De bootcamp duurt 2 maanden lang. Daar gaan we nog intensiever met ze bezig zijn in de vorm van een kamp. Met trainingen, met mentors zoals ik net heb aangehaald. En daar maken ze hun eerste pitch. Uit de 10 teams kunnen maar 5 winnen. En met die 5 gaan we $1000 elk team geven om alvast te beginnen met de implementatie van hun probleem. Na de 5 teams hebben we weer een incubation periode. Uit de 5 komen er dan 2 laatste teams. En de 2 laatste teams moeten we dan klaarmaken voor de Global Challenge. Je hebt net gehoord, het is iets dat we niet alleen in Suriname doen, maar alle landen in de hele wereld doen mee. Dit jaar doen 36 andere landen wereldwijd mee aan deze challenge. Dus dat betekent het is competition. En we moeten als Suriname gewoon een goede beurt maken. En daarin gaan we al de jongeren ondersteunen. Dus we komen uiteindelijk met 2 teams die we verder in de incubation phase gaan zetten. We gaan door met het probleem uitwerken. We maken ze klaar hoe ze moeten presenteren op internationaal niveau. Hoe ze Suriname kunnen voordragen, omdat ze daar dan weer een challenge moeten aangaan. En dan kunnen ze $20.000 winnen. Ze komen dan weer met wat geld naar Suriname. Als we winnen, komen ze met geld naar Suriname om dan hun probleem werkelijk uit te kunnen voeren. En die mogelijkheid bieden we ze. En dit project is landelijk. Is landelijk, is voor iedereen, elk kind tussen 14 en 24. Maakt niet uit waar je vandaan komt, als je helemaal uit Albina moet komen, Mungo moet komen. Dat soort middelen moeten we beschikbaar maken als je mee wilt doen. Zolang je attentie hebt om mee te doen, zolang je committed bent mee te doen. Als je je ouders mee hebt die zeggen je mag meedoen, waar dan ook je bent. Blind, doof, in een rolstoel. Maakt niet uit als je op Appatina woont, Kamoene woont, Wanika woont. Elk kind heeft recht om mee te doen en elk kind doet mee. En we ondersteunen dat. Maar je hebt sommige jongeren, ze zitten met ideetjes, maar er is een barrière om mee te doen aan zo'n event. Hoe gaat de organisatie ervoor zorgen dat die jongeren ook de kans nemen om mee te doen en die barrière overbruggen? Verbruggen. Klopt, dat is een heel goed punt. Je hebt net gezien, we hebben het een beetje met Psycho gelanceerd. Waarom Psycho? Hij trekt jongeren aan. Hij trekt jongeren van alle gemeenschappen aan, ook vanuit achtergestelde gebieden. En de bedoeling is dat we zijn gezicht gaan koppelen aan de outreach die we gaan doen. Op televisie, op de radio, op social media. Gaan we alle jongeren samen met hem oproepen om mee te gaan doen. En die empowerment geven, die motivatie geven. Hij was zelf achtergesteld. Een heleboel jongeren die het nu hebben gemaakt. In onze regering, in ministeries, in jeugdparlement. Allerlei jongeren die het echt wel hebben gemaakt. En die het niet zo goed hadden, maar met succes, met doorwerken, met empowerment. Een stukje motivatie net wel kunnen maken. Youth work? Youth work? Oké, en nu wil ik naar voren roepen. Het gezicht van het project. Hij is de enige artiest op track weer met 1 miljoen views. Hij is een voorbeeld voor jongeren die succes willen boeken. Wat de afval waar je komt en wie je bent. Niemand anders dan. Oei, oei. Het Nationaal Jeugdparlement streeft naar jeugdparticipatie op alle levels, onafgebroken.
En wanneer je ziet dat jongeren de gelegenheid krijgen, ook omdat zij de changemakers zijn, ook omdat zij de problemsolvers zijn, dat ze de gelegenheid krijgen om met solution te komen, oplossingen, duurzame oplossingen. En daar nog de ondersteuning krijgt op dat stukje op het financieel gebied, dan zeg je dat dit totaal compleet is. Is iets dat we toejuichen. En verder nog de begeleiding zullen krijgen, professionele begeleiding als het gaat om mentorship. Dat ze nog zullen krijgen. Verder nog maken ze kans op internationaal ook nog de ideetjes, de activiteiten. Als het nou oftewel projecten die ze gaan implementeren of ontwikkelen. Verder nog de kans krijgen om Suriname op de kaart te zetten. Dan doet het je goed. Het is iets waarvoor wij altijd streven, participatie op alle levels. Leave no one behind. Dus we zijn er om samen met de Backlog, de UNDP en UNICEF te kijken hoe wij onze jongeren steeds meer actiever kunnen maken. UNDP en UNICEF hebben het ministerie benaderd om eigenlijk ondersteuning te bieden. En vooral gefocust op onze structuren in het veld om eigenlijk de jongeren te bereiken. Je hebt de CARICOM jeugdambassadeurs, de SDG jeugdambassadeurs, je hebt ook de jeugdparlementariërs. Maar daarnaast hebben wij ook nog de jeugdcentra's in de verschillende resorten, districten. Want het project is nationaal, landelijk voor ieder. Het maakt niet uit wie het is. Zolang ze tot de jongere groep behoren, als je nou in een rolstoel zit of wat dan ook, je bent betrokken. Daarnaast hebben ze de Backlot en overige organisaties, JCI en andere, die deze jongeren zullen helpen begeleiden. Dus zij zijn meer betrokken in de implementatiefase, de uitvoering. En het ministerie is meer om te helpen met dat gedeelte van de mobilisatie. En ook nog heeft het ministerie 2 vertegenwoordigers in de uitvoerende team van UNICEF en UNDP. Ja, ik vroeg net naar een praktische voorbeeld. Kunt u misschien aangeven hoe dit gaat werken? Als een jonge man of vrouw met een idee rondloopt, hoe gaat dit tot uiting moeten komen? Oké, kijk, tegenwoordig samenleving, niet alleen Suriname, maar eigenlijk internationaal worden we geconfronteerd met verschillende issues. Dus je denkt aan klimaatsverandering, je hebt daarnaast ook heel wat andere issues. En de bedoeling is dat jonge mensen met bruisende ideeën lopen. Maar niet altijd krijgen zij de kans. Of niet altijd zal je weten dat iemand misschien helemaal in die keri daar zit met een good idea om iets te doen om, laat zeggen, klimaatsverandering tegen te gaan. Hoe dit zal werken is dat de organisaties deze jonge mensen de kans bieden om zich op te geven. Er zijn verschillende prioriteitsgebieden die zijn gelist. De jongeren worden begeleid en alles wordt hun specifiek uitgelegd van hoe het allemaal zit in elkaar. Zij krijgen de kans om het idee waarmee zij rondlopen, deze tot uiting te brengen. Ze worden daarin begeleid op een professionele manier. Uiteindelijk bestaat het hele project uit 3 verschillende fasen. Waarbij eigenlijk een prijs eraan gekoppeld is. Want als je met een idee komt, moet je middelen hebben om het uit te voeren. Dus er zijn middelen ook eraan gekoppeld. Je mag in teamverband meedoen of anders. En uiteindelijk wordt er een selectie gemaakt van de beste ideeën. Die kunnen bijdragen aan een probleem die eigenlijk ook ligt op onze 2030 agenda. Dat van de Sustainable Development Goals. En die zal dus dan in de verschillende fasen verder uitgewerkt worden om uiteindelijk tot een gedegen solution te komen, uitgewerkte solution, om zo'n issue tegen te gaan. We gaan ervoor. BIT. Ja, BIT. Wat je precies moet doen met dat kan. Dankjewel. Je bent 19 jaar. Je moet je idee voor hebben. Ja, dat kan.
Met wat voor ideeën loop je rond? Met wat voor ideeën loop ik rond? Ideeën voor scholen eigenlijk. Want Suriname is een, als ik het goed heb, dus een land waar mensen meestal moeten komen naar Paramaribo. Als ik het goed heb, gecentraliseerd land. Toch? En ja, dat is eigenlijk niet goed, toch? En dus dat er meer scholen komen in andere districten. En dat gaat ook ervoor zorgen dat een, kinderen educatief worden. Want niet iedereen in Suriname is dus op een schoolbasis echt goed. Snapt u me? Ja, dus met dat idee loop ik eigenlijk rond. Want kinderen moeten van Saramaka helemaal naar hier komen. En het is een beetje frustrerend en niet zo goed voor de jeugd. Dus dat zou wel beter zijn voor het land. Ik heb wel... Richting dat ik studeer is infrastructuur. Dus ik zou toch wel iets eraan kunnen doen. Want er is echt veel dat we moeten doen aan de infrastructuur van Suriname. Want ik vind dat we toch wel achter zijn. Als ik kijk naar die andere landen, zijn we toch achter. Ja. In die richting zou je wat willen doen voor de jeugd? Ja. Meer fietspaden? Ja, toch wel. En meer veiligheid voor de mensen. Dus ik zou toch iets kunnen veranderen, ja. De straat.